Oké, mensen, ik ga even kort uitleggen wat er was gebeurd. Dus het gaat hier over een persoon, Mohammed in Ark. En ja, hiervoor die heeft ons al helemaal geterroriseerd. Die heeft mijn PTE gekillt. Daarna heeft hij. Allee, ik had er nog footage van daarna dat hij onze base weer kwam raiden en shit. Maar die footage is helemaal corrupted, heel kut. Maar ja, dit is nog de enige footage die ik heb. Een video van ongeveer 8 minuten. Maar ja. Er zit nog steeds wel een hele mooie clean kill in op hem, dus ergens in de video. Dus ja, ik zou zeggen, blijf de video zeker kijken. En ja, geniet van de gameplay. Ik wil wood. Dank u, ik heb een knuppel. Oké, ik ben over 1 minuut. Ik ben er over 1 minuut. Oké. Mohammed is back in business, boys. Respawn cool. What the fuck? Je moet een advertentie kijken, dan ben je sneller, denk ik. Nee. Respawn cooldown. Hoe lang is die nog? Respawn at bed. Nog 50 Na, dan seconden. zou ik de advertentie kijken, dat is meestal maar 30 Nee, seconden. dat is gewoon respawn watch ad. Maar dan als je de advertentie kijkt. Hij zit vast in onze Pak base. die, pak die, pak die. Of nee, wacht, ik respawn en dan heb ik een kooi voor hem gemaakt. Oké, maar hij gaat het bed zo pakken straks. Maar pak die, als hij het bit hakt, zit daar. Pak die, pak die. Ja, maar ik kan niks. Oké, je hebt gelijk. Mohammed, waarom? Respawn, als jij respawnt, dan kom ik ook in. Oké. Stel je voor, hij heeft dat bit weggehakt. Mohammed is back. En nu heb ik geen PTE meer. Ja. Son of a bitch, I'm gonna get you. Kom, ga. Nee, ik ben er. Ga. Mohammed, you son of a bitch, we gonna get you. Heeft hij jou gekilled? Ah nee, dat Hij is heeft mij Mohammed. geboren laten en hij is weg. Hij is nu weg, hè. At the base. Ja. Ha, gay, heeft niks gedaan. Ja, Fuck off, Mohammed, you son of a bitch. ik denk dat hij wel heeft gestolen uit onze dingen. Pak, snel, doe. Uit wat? Ik denk dat hij heeft gestolen uit onze kisten. Ah, heb je die op open gezet? Ik weet niet. Maar hij heeft niks gestolen. Oh, Die nee. zijn niet op open. Hij heeft niks. Oh, wow, hij heeft de reserve in het bin proberen kapot te maken, sukker. Dat is hem niet gelukt. Mohammed! Ha, gay! Gay, je kan niks doen met jouw skere tools. Je kan niks doen met jouw skere tools. Kom, we laten de doende deur niet meer open. Ja, Ik ga fuck alles op. you. Oh, dat stond gewoon op open. Ik ga het nu alles op lock zetten. Dat stond allemaal op open. Sommige dingen stonden op open, sommige Maar hij heeft niet. niks kunnen pakken, waarschijnlijk. Ik hoop dat hij dat niet wist. Dat is sowieso, hij wist dat niet, want hij zat die dingen te mappen. Fuck off, Mohammed. Oké, en de mortar en pestle, zet die op. Zal ik de Oké. shotgun pakken? Nee. Wacht, ik ga een beetje bola's craften. Ja, en ik ga een gun craften. Een kraftje zelf kijkt in armor. Nee, ladder is. Maar Heeft meer durability, dus dat ik is pak handiger. kiten, we hebben toch 4000 kiten. Ja, maar dat heeft minder durability, dus ik vind ladder beter. Mohammed is back in game. Dat is onmogelijk. We dachten dat we van hem af waren. Ja, we dachten dat maar. Het mocht niet baten. Mohammed is back in business. Dat is onmogelijk. Dat kan niet. Kom, we maken een paar bola's en dan gaan we een bola. Ik heb mijn crossbow nodig. Maak gewoon een gun. Oké, maar hier zit een gun in. Mag ik die gebruiken? Dat is een shotgun. Maar dat gaat kut zijn. Ja, oké, gebruik maar wat jij wil. Wacht nog niet de deur open. We Nee, moeten nee, nee. onszelf eerst preparen. Oké. Hij heeft alle metal gejat. Uit de smederij. De vuil kind, de vuil. Waarom heb je er zelf op opengezet? Misschien kan je zijn. Maar het ding is anders. Stel iemand gaat door de deur. Dan als hij niet op open staat, dan sloopt hij alles, hebben niks. En nu. Ja, maar dan zou dat nooit kunnen slopen. Dat is niet genoeg tijd. Ja, maar als we offline zijn, snap je? Oké, maar we hebben nog 94 metal. Oké, dat was eigenlijk. Maar hoe kan hij zelfs door onze poort gaan? Dat vraag ik me af. Maar waarschijnlijk heeft die guy rare heks of zo. Mohammed has been. Hij kan niks meer doen, ik zweer het je. Hij kan nu niks meer doen bij onze beest. Hij is poer. Kom, ik Hij heb. heeft wel al onze metal, dus. Ga winnen. Oké, nee, grapje. Maar dat is echt niet zo erg, jongen. Dat is maar metal. We hebben gewoon Mohammed uit de beest gezet. Dat is Oké. veel. Noem de tribe zo, de naam van Mohammed en dan Sucks. Of zo. Hij gaat ragen. Hij heeft ook al onze gunpowder, hè. Maar nee, dat staat in de motto.
Ah, gunpowder, nee. Is de gun er eigenlijk nog? Ja, ik heb een gun. Kom maar, we gaan hem killen, hè. Wacht, pak kraft armor. Ja, ik doe de deur weer dicht. Haha, sukker. What? Wacht, ik pak even het armor nee, wacht, hier. Wacht. Wacht even. Hey boy. Ik ben hem aan het uitlachen. De naam van onze tribe, Mohammed Sucks. Nee, je moet zijn naam doen, anders is het dan een beetje zo, snap je? Dan is dat niet echt. Maar nee, ik kende de naam, ik ga het nog niet veranderen. Oké, maar we gaan hem. Pak grip de gun en kill this boy. Kom, ik doe de deur open. Hij is dood. Je hebt hem even one shot. Sukker. Oh, die guy die heeft zo'n tante goede gear af. Sukker. Hij heeft hij heeft ons kite, hij heeft onze metal en zo niet. What the fuck? Oké, who cares, jongens, sukker. Hij heeft ook gun, hij heeft al ons gunpowder, maar misschien. Maak je zien. Kijk, ik zal. Kijk hier. Het is een crossbow. Wacht, die had een blueprint of zo. Oh, maak je steekjes. Nou, je mag besjes. Ik wil steekjes. Oké, ik drop de helft. Oké, je mag er 9 pakken. Pak de 10. Ja, oké, ik pak de 9. Oké. Maar die shotgun, hij is gewoon gebiept. Hij is gewoon fucked up, jongen. Pak zijn crossbow, pak zijn crossbow. Mohammed is fucked it up. Oké, nu ga ik de gun weer wegleggen. Die gun is legendary. waar is alle gunpowder? Dat heb ik niet. Wauw, jammer. De gunpowder is dan weg. Wacht. En de metal ook, maar waar heeft ze die shit aan gedaan? I don't know. I won't even know. Oh, dat is kut, want... Maar ik heb nog keiveel charcoal, dus ik kan nog veel gunpowder maken. Ik drop even stone tools en zo. Mohammed, die is gewoon shot, jongen. Sukker. Ik dacht zeker van Mohammed. Dat is een psych. It's the wrong number. Mohammed is gebiept. Ja, maar hij had alles van mij afgepakt. Mohammed is easy clip, jongen. Ik zeg het echt waar, man. Dat is eigenlijk wel een kei OP-strategie. Legendary, jongen. Hij is geklipt. Heb je flint of zo? In de chest zit normaal een beetje. Maar heb je zoveel pakketjes gedaan? Ja, maar ze zijn allemaal stone tools en klof armor. Daar heb ik echt niks aan. Ja. Oh, ik heb keiveel flint hier. Ik ga even aan het metal van de Mohammed beest aanpakken. Nee, maar pas op. Hij is daar sowieso op stap. Ik ga hem, maar hij heeft nu sowieso geen gear. Nee, hij is sowieso daar op stap. Blijf wacht, ik doe eventjes de shotgun doe ik in de smithy. Heb je steen of zo? Nee. Damn. Ik doe de shotgun weer terug in de smithy. Je zit daar in de... Ja, oké. En dan pak ik een beetje arrows. Mohammed zit... Is geklipt. Heb je 11 wood? Een beetje stone? Nee, ik kijk gewoon overal in. Er zal vast wel ergens wood in zitten. En heb je stone? Nee, ik heb dat niet in mijn inventory. Oh, we hebben metaal. Ah, we hebben 9 metaal. Is geklipt. Oh, dat is gewoon... Die gun was te OP. Ja, shotguns zijn echt goed gezien. Dit is dus de reden waarom we altijd een shotgun op onze base moeten hebben. Ja, guys.